Leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, ik had het al een paar keer voorbij zien komen de laatste tijd. De Knit Pro Mindfulness of Mindful Collection. En ik heb een aantal producten besteld om gewoon eens lekker uit te gaan proberen. En ik heb de catalogus, dus ik ga jullie even meenemen in deze nieuwe serie van Knit Pro. Nou, wat is er onder andere anders aan deze serie, is dat de kabel anders werkt. Het is van ander materiaal gemaakt, van staal met een rubberlaagje eroverheen. Waardoor de kabel geen geheugen meer heeft, dus niet meer gek gaat opkrullen. Nou, ze hebben een serie gemaakt die echt gebaseerd is op mindful. Dus ja, rust, relaxed, bij jezelf komen. En daar hebben ze de kleur aan aangepast. Ja, super mooie kleurtjes. En ik ga gewoon eens wat dingetjes laten zien. Nou, de catalogus. Hij is wel in het Engels, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Mooie foto's staan erin. Ik ga niet alles voorlezen hoor. Maar het gaat over knitting en the art of mindfulness. De Mindfulness Collection, Mindful Collection. Lace strip stainless steel needles. Dus een lace, dat is een wat scherpere punt. Je kan ze combineren. Ja, er zijn verschillende soorten naalden. En er zijn allerlei accessoires. Nou, dit zijn de naalden. Je hebt ze met een vaste kabel en met verwisselbare kabels. En ook hierop zie je allemaal het mindful tekentje. En wat heel leuk is, ik weet niet of dat zo te zien is. Op elk ding staat een andere naam. Dus explore, imagine, breathe, create, dream, rejoice, exhale, believe, peace en serene. Dus dat vind ik wel heel leuk dat ze allemaal een eigen naam hebben gekregen naast de maat. Nou, allerlei informatie over het mindful handwerken. Dan heb je de verschillende naalden. Van 25 centimeter tot 1,20 meter. En dat is altijd gerekend, inclusief de naalden. Hele mooie foto's. Nou, speciale punt. Stainless steel. Inspiratiewoorden en een rustgevende kleur. Nou, de verwisselbare naalden. In 10 en in 13 centimeter. Nou, ik heb niet alles in mijn webwinkel hoor. Maar een aantal dingen nu wel. Ik ga ze ook gewoon lekker proberen. Nou, over de verschillende kabels en de speciale punten. De sokkenbreinaalden in 2 verschillende lengtes. 15 en 20 centimeter. Weer hele mooie foto's. Ook weer de woorden erop. Belief en peace. Enkele puntnaalden, dus eigenlijk de ouderwetse naalden, zoals mijn moeder zou zeggen. Die hebben allemaal een hele mooie knop. Dan heb je de kabeltjes met hele mooie eindstoppers. Die zijn bij de gewone kabels, zijn het plastic plaatjes, maar hier zijn ze mooi. En ook het pinnetje. Is ook heel mooi met een klein puntje erop. Zal ik zo ook laten zien. En ze zijn 360 graden draaibaar. Dus je kan gewoon draaien zonder dat ze in de knoop komen. Nou, dan heb je hele gave sets. Met allerlei accessoires erbij. Een kleinere set. De Believe set. Dan heb je de Warm set. De Kindless set, dat zijn deze set en
Deze set zijn hetzelfde, alleen is de lengte van de naald anders. En dat geldt ook hierbij. Dit is 13 centimeter en dit is 10 centimeter. En daar hebben ze allemaal een eigen naam gekregen. Dan heb je een hele gave set met sokkenbondernaaldjes. De Explore set. De Grateful set met allemaal sokkennaalden. En daar zitten ook allemaal accessoires bij. Dan heb je nog een naaldenmeetlatje. Een set met hele mooie steekmarkeerders. Nog meer steekmarkeerders. Een kokertje met naalden erin. Een opvouwbaar schaartje en een heel mooi meetlint. Een toerentellertje. De blokkers, die heb ik hier ook staan. Het is dus echt een gigantisch uitgebreide set. Tassen. Dus dat is ook wel heel leuk. Nou, dan de verpakkingen. En iets over KnitPro. Nou, dat was de catalogus. En dan hebben we hier wat artikelen. Nou, ik heb dus niet alles besteld, maar wel een aantal dingen. En die ga ik jullie laten zien. Nou, inderdaad, een heel mooi katoenen zakje. Met daarin... supermooie markeerders met verschillende groottes van ringetjes. Het zijn markeerders die niet open kunnen, dus dit zijn echt wel breimarkeerders. Een heel mooi naaldje waar ze op zitten. En ze kunnen er dus ook afgehaald worden. En weer netjes opgedaan worden om op te bergen. En over de verschillende chakrapunten. Want daar zijn deze markeerders op gebaseerd. Kijk, in die vormpjes zie je er ook in terug. Deze is die, I see. En even kijken hoor. Deze bijvoorbeeld is I love. En zo hebben ze allemaal een ander figuurtje erin zitten. Die... terugkomen in de verschillende chakra's. Dus wel een heel schattig setje. En een mooi tasje. Dus je kan hem ook netjes opruimen. Nou, dan hebben we hier... weer een mooi zakje. En een toerenteller. Die zit ingepakt, dus die laat ik even ingepakt. Maar zo ziet hij eruit. De toerenteller, makkelijk te gebruiken. Nou, in een mooi zakje. Nou, dan gaan we door met de knitblokkers. Die zitten in een heel mooi doosje. En die hebben dus allemaal verschillende tinten. Groen. Met ook weer de figuurtjes erop. Die je overal in terug ziet. En de knitblokkers die gebruik ik zelf heel erg veel voor het opspannen van mijn kleding. Of sjaals, of maar nou ja, wat ik maak. Heel handig met een statief tussen mijn handen in. Kijk. En dan heb je hier ook nog de kleintjes. Dus in een mooi luxe bakje. Ook weer met het mooie teken erop. En mooi verpakt. Nou, en dan komen de sets waar het mij om ging. Nou, dan heb je de Believe en de Explore set. Nou, daar heb je een mooie harde etui in zitten. En hier zit nog meer in. Even kijken hoor. De Mindful Collection. Oefeningen om je handen soepel te houden. En dus ook minder last te krijgen van je handen.
Nou, een mooi boekje. En dit is eigenlijk de catalogus in het klein zit erbij. Met de verschillende voorbeeldjes. Nou, ja, dingen die ik net ook al heb laten zien. Maar dan de kleine versie. Kijk, dit zijn de tassen. Die zit er dus bij. En waar het natuurlijk om gaat. De set met een hele mooie hanger. En die zagen we net ook in de steekmarkeerders. En dan heb je de naalden. Er zitten altijd dit soort zakjes bij vanwege de, het vervoer. En dat het niet vochtig wordt. En dit zijn ze. De X-heel. De naald. Dan gaan we hier eens kijken. Oh, ja. Kijk eens. Daar zit bij. Een mooie mindful meetlatje. En die zijn ideaal. Zeker bij de kleine maat. Want dan kan je heel makkelijk zo kijken welke maat naald je hebt. Een 8. Nou, die zit niet. Hier staat het op. Oh ja, hier. Andere kant. Een 5. Hier gaat hij goed in. Hier gaat hij niet in. En hier zit hij te ruim. Dus het is deze. Ja, zeker bij de kleine maten is het soms slecht te lezen. En dat kan je dus hiermee zien. En de kabels. Nou. En wat je eigenlijk al direct ziet, is dat hij mooi uit elkaar valt. En hier zit een systeempje in. Waardoor je, kijk, 360 graden draait. Dus dit deel, wat aan de naald zit, dat draait. En dat zit niet vast aan de kabel, waardoor het veel minder in de knoop raakt. Nou, het vastzetten. Dat gaat gewoon soepel. Dit is vrij glad. En kijk hier, zo draait de draad. Niet, en de naald wel. Nou, en dat zit hierin. Nog meer. Namelijk naalden. En een hele hoop steekmarkeerders. Steekmarkeerders voor het breien. In verschillende maten. En die zitten allemaal weer om een haaksteekmarkeerder. Of haak en brei trouwens. Deze zijn echt vooral voor het haken. En deze kunnen bij beide gebruikt worden. Dus verschillende soorten steekmarkeerders. En dit zijn ook de steekmarkeerders die niet zomaar breken. Dus dat is wel heel fijn. Even kijken, nou heb ik nu alles uit het zakje? Dan zit er hier nog wat spannends in. Ik gok dat hier, ja, de eindkapjes in zitten. Nou, de kat wordt er ook helemaal ontspannen van, zie ik. Hier zitten allemaal onderdeeltjes in. Ik moet nu niks kwijt gaan raken. Want dat zou zonde zijn. Zo. Dit is om hem aan te draaien, dat hij goed strak zit. En deze zijn steviger als die van de gewone set, merk ik. En dan heb je de eindkapjes die je er ook nog weer zo op kan draaien. Kijk, en zoals je ziet, ik draai nu aan het aansluitpuntje. En mijn kabel blijft gewoon in dezelfde vorm. Dus dat is echt ideaal. Nou, een super mooie set. Netjes opruimen doe ik zo direct wel. Ik leg dit even veilig in een doosje. Om dat nou voor de camera op te ruimen is ook zo wat. Met alle verschillende maten kabels. Dus echt een zeer uitgebreide set is het. En dan hebben we hier ook nog wat. Olaf, dit is niet zo handig dat je op de film komt. Nou, hier zit ook weer hetzelfde boekje bij.
en de oefeningen. Dit is ook wel een hele mooie. Kijk, hier zit een magneet in. De Mindful Collection. Kijk eens. Oh, dit is gaaf. Dit is mooi gemaakt. Kijk, en dan heb je hier de sokkennaaltjes. En hier zit niet dat systeem in dat het draait. Dat is echt bij de verwisselbare naalden. Nou, hier zitten allerlei maten in. Even kijken, nou, van 3, 2,5, 2. Van 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 en 6. En dus in een hele mooie etui. En daar zit in dezelfde vorm ook weer een hoesje bij. Oh, kijk eens. Dit is handig. En hij ligt nog heel lekker in de hand ook. Hij glimt ook zo mooi. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien. Ja, een beetje. Hij ligt heel lekker in de hand. Even kijken hoor. Zo. Hoe gaat hij nou weer in? Oh, zo. Die kant op. Kijk, zo kan je knippen. Doe je hem helemaal wijd. En dan kan je hem zo induwen. Dan hebben we hierin weer het meetlatje. Nou, die had ik net al laten zien hoe die werkt. En ook een hele hoop steekmarkeerders. Kijk. De stopnaalden. De steekmarkeerders die je er zo in kan klemmen. Voor de dikkere naalden. Voor de middennaald en de dunnetjes. En de clipjes. Nou, dit vind ik ook wel een hele gave set. Nou, er zijn dus nog meer dingen zoals ik heb laten zien. Maar ik heb niet alles direct besteld. Nou ja, ik vond het heel leuk om dit zo uit te pakken. En aan jullie te kunnen laten zien. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om dit zo te bekijken. Nou, vond je het leuk? Laat dan een reactie achter of een duimpje. Ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Dan vind ik het leuk als je dat wordt. Nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens je veel handwerkplezier. Tot de volgende keer!